serieus. Gaat hij Robin? Hoppa! Hoppa! Als deze heel goed gaat, dan gaat hij naar de 10 meter voor 5. Daar staat Daniel. Modde. We zijn Amarena, jongens. Oké, hier kan je hem wel even neerzetten. Zet je mij er maar uit. Kan jij in de parkeergarage parkeren? Dat is fair weer. Zie je zo, maat? Laters. Laters. Kom weer, jongen. Let's go. We zijn er. Ik ben hyped. Jongen. Ik ben ook hyped. Ik ben echt zo hyped. Ik moet nodig zeiken, ik moet schijten. Hey. Ik moet even mee tillen. Hallo. Zijn weer compleet. Oké, we zijn binnen. Oh, Dico is er ook bij. Hoe is het met jou, Dico? Ja, we doen het nog. Yes. We zijn er nog. Lang geleden dat ik heb gezwommen. Of althans, van een toren heb gesprongen. En nou, ik met een trampoline. Dus dat wordt intens. Ja, ik heb nog nooit van een trampoline naar beneden gesprongen. Dus. Vorige keer deed je toch die trippel op je giekertje? Ja, dat was 7,5. Oh, was dat 7,5? Ja, dat vond ik ook wel spannend hoor. Ja, misschien dat ik die kwad nog eens een keertje wil doen van 10 meter. Ik heb al 10 meter gedaan, maar dat was zonder een trampoline, dus. Weet je wat ik van plan ben? Vertel het eens. Dani heeft ook al eens gedaan, maar ik ga het dan zonder een backflip gooien. 5? Ja. Oeh, je bent gestoord. Ja, hopen dat je op tijd opent. Ja, precies dat. Ik denk dat we gekke dingen gaan zien, want we hebben Dani, we hebben hier een gekke Fries die scheid heeft. We gaan het zien. Wacht even totdat Dani terug is van de wc en dan gaan we naar het zwembad. Zie jullie daar. Ik dacht dat ik al zenuwachtig was, totdat ik hier binnen stapte en dat weer zag. Dat is wel hoog hoor, dat is wel hoog. Jochen gaat nu voor het eerst Amarena zien. Daar komt Jochen. Oké, hier ben ik echt nog nooit geweest. Het is wel heel mooi, ziet er wel heel mooi uit. Heel vet hè? Ja. Oh, ze geluid. Ja. Welkom binnen. Ja, jij bent zenuwachtig hè? Van nu dat zie. Kijk. Kunt. Dat is fucking hoog. Ik ben voor onderschut. Ja man. Wat die weten. Gek, eerst even een paar trippeltjes denk ik van de 3. Hallo. Vandaag hebben wij een heel gek programma. Vorig jaar in oktober deed ik hier voor het eerst Quintback van 10 meter. En vandaag gaat deze jongen, gaat hij ook proberen. Quintback van 10 meter. Hij heeft hem wel. Ik weet dat jij het kan. En we gaan nog alles doen. Dat jij die Quintback kan doen. Ik laat je alvast even een mooi pretje zien. Hij heeft nog 10 meter extra voor 3 flips. Dus het zou moeten kunnen. 3, 2, 1. En ik weet nog van de dag dat ik hier 5 deed, waren mijn 3 backs van 3 meter echt precies hetzelfde zoals Robin nu heeft. Dus hij gaat ons zeven kunnen doen vandaag. Okay, dat is wel goed. Ik ga even overroteren of ik een beetje sliding naar mijn rug kon gaan. Om te weten of ik overrotatie zou hebben voor het kwad van de 5. Ik ga het gewoon nog een paar keer doen. Even een beetje awareness drillen. En dan naar de 5 gelijk een kwadje proberen in te zetten. Als dat goed gaat, moet ik eigenlijk nog gelijk 5. Robin deed net weer even een trippel van 3 meter. Vroeg aan mij, haal een kwad van 5. En over zijn hoofd, ja, helemaal op zijn voeten, misschien. Nee, maar denk je dat je dadelijk gelijk daar een kwadje kunt? Weet ik niet. Dani heeft hem ook op de 5 gedaan voordat hij van de 10 5 deed. Als ik 5 van de 10 wil doen, moet ik wel eerst 4 van de 5 minimaal kunnen halen over mijn nekkie. Yeah. Of het nou een duktukkie is of niet, maar moet eraan geloven, man. Duktukken in het water. Ook met bubbels is dat. Ja, maar als ik in mijn tuk land, dan is het niet klap, hè? Want ik draai zeg maar over de landing heen. Ja, dus dat voel je hem niet. Je moet alleen niet zeg maar zo erop klappen. Je moet hem zeg maar wel net een beetje erin goed indraaien. Maar dat is gewoon geluk hebben. Nog een trippeltje. Alright, nog een trippeltje bij Robin. Mag jij leven, Dani? Kijk, ik zie een kwartje aankomen. Ik denk het wel. Ik denk dat hij die echt wel heeft. Ja, ja. Als hij er vol voor gaat, dan moet dat wel lukken. Ik zie het wel goed komen. Jawel. We hebben de bubbels gelukkig, dat helpt. Ja, dat scheelt echt superveel. Die bubbels, als je die niet hebt, dan hadden we hier echt al 10 keer onze rug gebroken. Minstens. Robin is klaar met zetten op de 3 meter. Dan gaan we de trampoline op de 5 meter zetten. Yes. Gaan we kijken hoe dat uitpakt. Ga ik een kwartje doen. Dan denk ik eigenlijk dat jij gelijk een kwartje gaat inzetten. Ja, ik ga gelijk een kwartje inzetten van de 5. Nice. En dan, als die goed gaat, dan ga ik ook niet langer treuzelen. Dan gaan we gelijk naar de 10. Oké, planning. Ja, naar de 5 denk ik. Planning. Ja, we gaan nu de tram verplaatsen naar de 5 en dan ga ik een kwartje hukken. Gewoon gelijk, hoppa. Ja. Ik ga 4 doen van de 5. Nice. Kijken of dat goed gaat. Kleinste ventje maar bovenop pillen. Hoop het, ik vind het wel doodeng. Ja, dat snap ik. Ik heb alleen nog maar kwads van de 10 gedaan. Oh, wat een, nee, ik hou hem vast. Nu gaat hij hem sowieso nekken. Ik weet het niet. Als het teken of goed is. Nee, de box was niet goed. De box was niet goed. Hij gaat hem nekken. Hij gaat hem nekken. Oh, bro. Oh, gaat ie. Hoe landde die?
vol op zijn rug. Gewoon plat op zijn rug. Ging niet over? Gewoon echt 3,5. Gewoon letterlijk 3,5. Dan heb je pijn. Nee, valt wel. Man, je ligt aan dood. Dan heb je pijn. Nee, het gaat nee, wel. Het gaat wel. Ik heb geen rug. Shit, ja. Echt plat op zijn rug gewoon. Gaat-ie Robin? Ja, zo gewoon nog een keer. Ja, ik had geen rood aan, man. Jij gaf mij nog een box en het was echt een super smappe box. Ik zei ja, maar dat gaat niet worden. Let's go, maat! Gas geven! Beter, ja. Robin! Hou de bal aan! Ja, let's go, gas! Dat is goed. Dat is heel goed. Even voor Robin. Klik even op die like button. Hij heeft net een hele harde klappen gemaakt, maar toch gaat hij twee keer doen. Quad back. Hou de bal aan! Oh, dat is goed, man! Yes! Oh, fucking hell, man. Gaat ie? Oh, dat gaat zo fucking eng worden om van de 10-5 te hukken. Ik denk dat ik zo nog een kwartje moet doen, want anders dan ga ik misschien openen. Nee, kun je hem terugkijken. Ja. Nou, ben ik open al, ik was een beetje bang. En dat moet ik gewoon vasthouden, want dan haal ik hem wel. Maar ik heb hem nu een keer op mijn hoofd gehaald, dus ik ga nu kijken of ik hem nu wel wat meer kan committen. Want ik heb nu gewoon, ik had gewoon commitment angst. En nu gaan we even eentje een beetje cleaner maken. Je weet dat je hem kan. Fucking veel pijn, man. Je moet veel over hebben voor zo'n moment. Hou de bal aan! Hey boys, die telde of niet? Ja, die telde. Ja, die telde. En als die kant hier op zijn hoofd gaat, dan kan hij ook quint over zo'n van 10. Maar ik ben wat pijn doet, waarschijnlijk. Zou ik ben bang dat hij een keer nog een kwad doen van 7,5? Gewoon om te kijken. Weet ik weet niet of dat chill is. Dat gaat echt. Is dat niet beter? Dat verpest echt met je gevoel, denk ik. Ja? Ja, daar heb je niet veel aan. 2,5 meter extra. Dan moet je en niet helemaal committen en niet helemaal snel draaien. Dus, ja, dat is ook zo. Als je van 5 naar 10 gaat, is letterlijk gewoon precies hetzelfde doen, maar gewoon vasthouden. Maar dus, ik ben echt bang dat die quint pijn gaat doen voor hem. Ja. Denk wel. Ja, moet hij nog rijden of rij jij naar huis? Ja. Als hij nu doodgaat, rij ik naar huis. Deze was al een stuk beter. Ik ben nu over die commitmentangst aan het heen komen. Ik kon nu al veel beter vastpakken. Ik ga hem nu denk ik nog een keer doen. En als die dan ook zo goed gaat, dan ben ik denk ik wel ready voor die 5 van de 10. Maar die moet gewoon echt committen, die kan je niet openen. Dus je slaat de 7 over? Ja, ik ben nu alleen maar die 5 aan het doen om mijn rota te testen. Want als ik 4 niet haal van 5 op rota, dan haal ik die 5 niet. Maar ik haal hem dus nu wel op rota, dus weet ik dat ik het van de 10 haal. Met de 7,5 kan je dan helemaal niks. Dan moet je een 4'tje chillen, maar je moet niet chillen, je moet gewoon hard gaan. Dus dan is die 5 het beste om mee te trainen. Zet hem op. Let's get it. Oké, Robin gaat nog een keer een quad doen. Als deze heel goed gaat, dan gaat hij naar de 10 meter voor 5. Woe! Jij komt zo hard terecht, hè? Dat is niet normaal. Ja, Dani kwam dus hier hetzelfde uit met zijn quads. Maar dan had Quint doen van de 10 en dan dubbele hoogte en dan ook zo landen. Maar Dani landde ook zo. Hoe voelde die bij jou? Ja, ik voelde zo'n gelul eraf. Wat zei Dani? Maar heel even pijn, weet je. Dan heb je me in ieder geval wel gedaan. Kan ik die pijn aan? En ze gaan naar de 10. Robin, dit is voor mij het ouwe. Get it. Zo ouwe. Leuke! Ja, ik ben wel ready. Ik ga heel veel pijn lijden. Of niet? Ik ga het eng vinden om hier vanaf te filmen. Robin is er klaar voor. Hij is voorbereidingen aan het doen met de camera. Gaat hem met de Insta 360 filmen. Dico, waar denk jij? Ja, zoals Dani net ook al zei. Hij zal het wel halen over zijn hoofd. Maar hij zal hem wel gaan voelen, denk ik. Maar ja, hij is bereid om die pijn te incasseren. Dus let's go. Let's get it. There he is. Lekker man. Wie telt? 3, 2, 1. Oh, let's go! Wow! Let's go! Oh, ik was bang. Ik was even bang. Oh! Robin, gaat ie? Ja, gaat fucking goed. Let's go! Daar ligt hij dan! Let's go, man! En deze deed heel veel pijn! Wow. Ik landde goed! Ja? Ja, een beetje op mijn schenen. Let's fucking go! Hier! Hij is bereid om te kijken.
Roman heeft juist Quint gedaan. Quint Beck. Hij heeft gewoon vastgehouden op één. Hij zei gewoon, ja, we gaan het meten. Alles geven. En hij heeft het gewoon gedaan. Hij heeft het gewoon gedaan. Niet normaal. Niet normaal, dames en heren. Robin de Coat. Oh, je bent er vreselijk al afgekomen, ouwe. Robin de Coat. Robin de Coat. Hoppa! Hoppa! Let's go! Hoppa! Let's go, man. Dames en heren, kan ik even snel mijn tricks doen? Ik moet de roede en quadrift nog even doen. En we gaan maar gauw weer naar boven. Ja, ja, ja. We hebben nog maar 10 minuten. Oh, wat clean! Let's go, man. Maar clean. Ik moet even een trick. Ja, ja, let's get it. Ik ga die pakken, pak jij die. Geen idee wat hier gebeurt, man. Dani rent naar boven. Ja, wat gaat hier gebeuren, gast? Ga je nog één of zo? Nee. Backsplit naar roede en quadrift. Dani gaat een roede en quadrift voor jullie doen op dit moment. Sowieso komt het goed. De klimt die video, Dani. Hallo! Maar Rudy en Duffel 5 meter, dit is inmiddels echt weer een half uur terug of zo. Dus ik hoop dat het goed gaat. Jawel. We staan hier, ik vind het niet heel fijn, maar... Jij kan dit, gast. Het komt vast goed, toch? Geen stress. Geen stress. Jongen, jij met die gast, jij pakt vast en je land weer, gast. Houden we bedankt, Tim.